Ja, vrienden, dit zijn de dagen van de goede voornemens. Ja, we weten er alles van, hè. Maken lijstjes, we gaan het elkaar vertellen. Ik heb ze ook, ja, van die vrienden die mij allemaal gaan appen van... Ja, nee, ik ga stoppen met roken, hoor. Oh ja, hij gaat stoppen met roken. Tuurlijk, ja. Nou, dat duurt een paar dagen en dat weten we allemaal. En dan, hup, er komt helemaal niks van terecht. Ja, of ik ga helemaal geen... Nee, ik ga helemaal stoppen met alcohol. Oh, tuurlijk, ja, de komende maand al sowieso niet, weet je wel. January dry, weet je allemaal dat soort. En ja, misschien daarna ook nog. Ik ben helemaal mee klaar. Tuurlijk, allemaal doen. En dan heb je natuurlijk die club die... Nu ga ik afvallen. Tuurlijk, we gaan afvallen. Ja. En ik moet nou zoveel kilo kwijtraken het komend jaar. Nou goed, dat zijn al die voornemens. Ach, vrienden. Iedereen maar met zichzelf bezig. Dat is het gewoon, weet je wel. Oh, jij. En ik heb eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nooit gedaan. Ik heb nooit dat soort voornemens gehad. Nee. Een goed voornemen is volgens mij iets heel anders. Dat is gewoon... Daar ben ik nu achter, moet ik eerlijk zeggen, na al die jaren. En dat krijg je gewoon naarmate je een beetje ouder wordt. Dat je dan denkt bij jezelf, het gaat toch maar om heel weinig dingen in het leven. Het gaat toch maar, ja, waar gaat het nog om? Het gaat alleen nog maar om mensen waarvan je houdt. Het gaat dus om een soort van houden van, daar gaat het om. Houden van de mensen die om je heen zitten. En dan heb ik het over directe naasten. En dan heb ik het natuurlijk over je partner of over je ouders en je kinderen. Daar heb ik het over. Dat is nou echt, echt belangrijk in het leven. Dat is nou precies waar het om draait. Dat is het enige van belang, vrienden. Werk, noem alles maar op eromheen. Het doet niet ter zake, beste vrienden. Het gaat gewoon daarom. De mensen in jouw directe omgeving. En het enige wat je moet doen, dat moet je goede voornemen zijn. Maak ze gelukkig. Maak hun gelukkig. Hou van ze en maak ze gelukkig. Want als we dat nou allemaal doen en we zorgen allemaal voor een beetje die cirkeltjes van gelukkige mensen, dan gaat zich dat heel langzaam uitbreiden als een olievlek. Ja, dat is dan wat je krijgt. En dan krijgen we uiteindelijk... Ja, jullie denken natuurlijk, wat is dit voor een gezweef? En wat is dit voor een sentimenteel gelul? Nee, dan krijg je gewoon een gelukkiger wereld. Als je dat nou gewoon doet, concentreer je daar nou op. Doe dat als voornemen. En dan heb je nog de hele dunne buitencirkel van de mensen waar je van houdt. En hey, wees daar nou lief en aardig tegen. Ja, dat doe je tegen die mensen. Empathie. Leef je een beetje in hun situaties. Heb een beetje begrip. En wees gewoon alleen maar dat, lief en aardig. Dat is hem. Als je dat nou als voornemen neemt, schrijf dat nou op je lijstje. Dan schieten we met z'n allen een beetje op. Ja, niet geweldig, maar we schieten gewoon een beetje op. Daar gaat het om, vrienden. En dat wil ik alleen maar meegeven voor 2022. Laten we dat nou doen. Goed, spreken we met elkaar af.